Al meer dan 100 jaar geleden werd bij de Amsterdamse Raad het eerste plan ingediend voor de bouw van een tunnel onder het IJ. Daarna ontstonden er steeds meer plannen voor een betere oeververbinding. Onlangs is het zogenaamde Plan 5, afkomstig van de dienst van publieke werken, door de gemeenteraad van de hoofdstad aangenomen. Volgens dit plan komt er een autotunnel waarin per uur in beide richtingen in totaal 4800 wagens verwerkt kunnen worden. Men hoopt daarna nog twee kortere tunnels te kunnen aanleggen voor voetgangers en fietsers. In deze nu nog dicht bebouwde omgeving zal straks het begin komen van de tunnel. Bij het Oosterdok zal hij onder het marine-etablissement doorlopen en een deel van dit gebouwencomplex zal dan ook moeten verdwijnen. Onder de spoordijk en het brede water van het IJ door zal de tunnel tenslotte dwars door een fabrieksterrein op de noordelijke IJ-oever weer boven de grond komen. Hij zal ruim 70 miljoen gulden gaan kosten en op vele punten het stadsbeeld veranderen. Ruimere autowegen zullen komen waar nu nog smalle straten zijn. En het verkeersplein in Amsterdam-Noord, waar de tunnel zal eindigen, zal nog drukker worden dan het thans al is. Maar het verkeer zal ten zeerste gebaat zijn met deze nieuwe verbinding. Het zal niet meer hoeven te wachten, dat wil zeggen over een jaar of 10 niet meer. In die tussentijd zullen de ponten nog voor de overbrugging van het IJ moeten zorgen, maar het is een prettige gedachte te weten dat hun jaren geteld zijn.